Hoi allemaal, mijn naam is Roy van LedScherp.nl en in deze video review ga ik jullie wat vertellen over de LED-lenzen P17. De P17 is het zwaarste model van LED-lenzen binnen de P-serie op dit moment. Hij is niet oplaadbaar, werkt op 3D-cellen. Qua formaat kun je hem vergelijken met een 3D-cel van de Maclite. En dat is ook heel mooi dat we straks even in het filmpje hem met zo'n soortgelijke lamp gaan vergelijken. Eerst eventjes de verpakking. Elke lamp uit de P-serie die wordt geleverd in een mooie zwarte giftbox. Waar heel mooi LED-lenzen op staat. Dit is zeker ook leuk om als cadeautje aan iemand te geven. Wanneer we kijken naar de inhoud, dan zien we daar als eerste de handleiding. Altijd eventjes goed nalezen deze handleiding, want dan kun je het beste uit je zaklamp halen. Nou is deze lamp niet heel erg moeilijk en heeft hij maar 2 lichtstanden. Desondanks lees je toch altijd eventjes goed na. We zien daarin de 3D-cellen, de lamp, daar komen we zo nog eventjes bij en hier in de binnenkant staat wat informatie. Nou, en wanneer we eventjes gaan inzoomen, dan zal ik het even laten zien. Nou, als je goed kan zien, er zitten 3D-cellen zitten erbij, een high-end power LED, hij is spatwaterdicht, hij is focusseerbaar en er zitten een aantal patenten op, met name ook dat schuifsysteem van LED-lenzen. Nou, we zien hier bovenaan 220 lumen, hij heeft 330 meter bereik en gaat maar liefst 480 uur mee tot aan 1 lumen. En dat is vanuit de eco-stand gezien, dus sta je daar niet helemaal blind op. Gaan we even kijken naar de lamp zelf. Dit is de lamp zelf. Het is een behoorlijk grote lamp qua formaat, want tegenwoordig zie je dat toch de zaklampen steeds kleiner worden. En LED-lenzen heeft toch met de P17 een lamp op de markt gebracht die vergelijkbaar is met het formaat van een Maclite. Er zijn altijd nog genoeg mensen die graag een wat grotere lamp willen, omdat ze dat nou eenmaal gewend zijn en ze voelen zich daar ook wat veilig bij. Is niks mis mee. Dit ding geeft ook ontzettend veel licht. Nou, wanneer we eventjes naar de lamp kijken, zien we aan de zijkant hier het de lasergravering staan. De einddop zit aan de achterkant. De schakelaar zit bovenop. En we zien hier een tekentje staan. En dat betekent dat we niet te veel in de lens moeten kijken. Nou, die lens, dat is een specifiek iets. En daar ga ik jullie eventjes iets meer over vertellen. Dit is hem. En elke LED-lens die staat bekend om het feit dat die focusseerbaar is. En dat houdt in dat deze lamp te stellen is. En je ziet hier heel mooi hoe dat werkt. Er zit namelijk geen reflector in die kop, maar er zit een lens in. En die lens zorgt ervoor dat het licht heel erg mooi gebundeld wordt. En hoe dat eruit ziet, dat ga ik jullie nu eventjes laten zien. Ik heb de batterijen inmiddels erin gedaan. Aan de einddop die kun je eraf halen. Ik heb de batterijen inmiddels geplaatst en de lamp is klaar voor gebruik. Deze lamp heeft 2 lichtfuncties, eigenlijk 3, waarvan er 2 direct te bedienen zijn. En die derde, dat is een lichtfunctie die onder de momentschakelaar zit. Deze schakelaar die kun je namelijk half indrukken voor tijdelijk gebruik. En als ik hem nou tijdelijk indruk, dan zie je hier de volle 220 lumen in beeld uit de lamp komen. Wanneer ik de lamp doordruk, zul je iets zien dat die inzakt, zit die ongeveer 200 lumen. En dit is de volle stand bij normaal gebruik. Wanneer ik nou nog een keer de knop indruk, gaat hij naar de dimstand en verbruikt hij ongeveer 15% van zijn capaciteit. En nu gaat hij waanzinnig lang mee, mits je goede batterijen gebruikt. Dus, dit is de aan-uitschakelaar. Ik zet de lamp aan. De lamp staat op 100%, de lamp staat op 15% en de lamp staat uit. Wanneer ik de knop half indruk, gaat hij naar ongeveer 110-120%. En wanneer ik hem helemaal doordruk, gaat hij terug naar 100. Zelfs als hij in de lage stand staat, ben je nog in staat om die knop half in te drukken en zie je dat je weer naar die turbo stand gaat, om het zo maar even te noemen. Oké, dat is de momentschakelaar zover. Laten we even kijken naar het focussysteem. Deze lamp die heeft een kop en die kun je verschuiven. En dat hebben we net gezien hoe dat eruit ziet met die lens. En doordat je de lens over de LED heen schuift, krijg je een hele mooie brede bundel maken. Nou is deze kop behoorlijk breed in verhouding met een P7 of een M7R bijvoorbeeld. Dus op korte afstand heb je hier een hele brede bundel uit. Ik heb hem eerst gefocust, dan schuif je hem naar voren, zet de lamp aan. Nou hebben we een hele strakke bundel, bijna het hele beeld bedekt.
Wanneer ik nu heel zachtjes die kop, ik zal het even in beeld doen, ga schuiven, zul je zien dat die bundel breder wordt. Totdat we een hele egale bundel met licht hebben. Dit is ontzettend breed. Dit is ontzettend strak. Mocht je nou buiten zijn en deze lamp gebruiken, hiermee heb je het volle bereik van een paar honderd meter. En hiermee heb je natuurlijk wat minder bereik, want je verbreedt je bundel, maar kun je wel veel beter van je afscheiden. En nou kun je precies zien waar je s'avonds loopt. Dit werkt ontzettend prettig. Oké, welkom bij de outdoor demonstratie van de LED-lenzer P17. Ik heb ter vergelijking de Maclite 2D-cel meegenomen, qua formaat bijna gelijk. En omdat we de Maclite natuurlijk allemaal kennen die we vroeger allemaal al een keer gehad hebben, is dit een hele goede vergelijking om te maken. Ik ga eerst even met de Maclite 2D-cel schijnen. En dan zien we hier buiten op 10 meter afstand keurig ons eerste paaltje staan. Gaan we verder naar rechts, zien we daar op 15 meter afstand ons tweede paaltje. En op 20 meter afstand zien we keurig de heg met het tuinpad en het derde paaltje. Achter het eerste paaltje staat een boom van 50 meter afstand. En ook die kunnen we zo goed als het kan zien met de Maclite 2D-cel. Aan de andere kant heb ik nou de LED-lens P17 en die zet ik eventjes meteen bij aan. En je ziet meteen het verschil. Deze bundel is veel strakker, veel intenser van kleur, ja eigenlijk van lichtstraal, veel strakker gebundeld. En het resulteert in het feit dat we het allemaal net wat beter kunnen zien dan bij de Maclite 2D-cel. Dit is het verschil en dan de LED-lens P17. We maken de test eventjes af. Ons eerste paaltje op 10 meter, ons tweede paaltje op 15 meter en ons derde paaltje op 20 met de heg, de struikpartij. Achter het eerste paaltje staat de boom op 50 meter afstand en je ziet het verschil. Compleet ander lichtbeeld dan bij de Maclite. We zien veel meer, we kunnen veel meer waarnemen en het is veel rustiger voor de ogen. We hoeven ons minder in te spannen, we kunnen veel beter zien wat er voor ons gebeurt. Zoals op 100 meter afstand de bomen zijn ook geen enkel probleem voor de LED-lens op P17. Natuurlijk heb je ook nog de lage stand, wat we net in het filmpje ook hebben gezien. En de lage stand kun je een beetje vergelijken met de lichtopbrengst van de Maclite. Nou is het nog een heel verschil, maar dit is de Maclite en dit is de LED-lenser P17. Op korte afstand doet het niet zo heel veel onder voor elkaar. Maar op lange afstand ga je het verschil merken. Want waar ik nu al licht heb met de P17 bij de boom, moet ik met de Maclite toch echt wel een beetje meer moeite doen. En hebben we gewoon veel meer licht. Ik zal ze eventjes op de volle stand naast elkaar houden, zodat we het eventjes goed kunnen zien in beeld. Links de LED-lenser P17. En rechts de Maclite. Je ziet het verschil. De P17 die kon je natuurlijk ook dankzij zijn kop kon je hem ook verbreden. En vooral 's nachts is dat heel erg praktisch. Je ziet dat we nu vooral op de lange afstand licht hebben. We kunnen niet goed zien wat er voor ons gebeurt. Tenminste direct voor ons. Wel op 50 meter. Nou zien we wel weer wat er voor ons gebeurt, maar niet achterin. Dus daar hebben ze dat schuifsysteem, het advanced focus systeem. En als ik heel langzaam aan die kop draai, dan zie je dat de bundel breder wordt. Totdat we één grote, egale vlek hebben. En omdat die kop van die LED-lens P17 zo groot is, hebben we een onwijs breed oppervlak wat we nu kunnen belichten. Je ziet dat het vooraan nu ontzettend mooi belicht is, dat het achterin wat afneemt. Dat klopt dus omdat je bereik gewoon minder wordt, omdat je die bundel verbreedt. Wanneer ik hem weer naar me toe duw, krijgen we weer heel fraai de bundel van de P17 op lange afstand. Dit is heel erg praktisch voor als je toch 's avonds veel loopt en je wilt toch zien wat er voor je gebeurt, wat er achterin allemaal plaatsvindt. Dat vind je niet zo heel interessant met deze stand, maar mocht je dat willen, kun je met één hand heel eenvoudig die kop verschuiven. Ik hou het eventjes in beeld. Hier hebben we de lampkop van de P17 en ik hoef hem maar heel iets te verbreden. En je ziet ook gewoon die straal veranderen. Van smal wordt hij steeds breder. En zo kunnen we perfect zien wat er voor ons gebeurt.
Dit was de demonstratie van de Ledlenzer P17. Mocht je nou na het zien van deze review geïnteresseerd zijn in deze zaklamp, surf dan snel naar www.ledscherp.nl. En ook jij bent binnenkort de trotse bezitter van de Ledlenzer P17.